Er worden verschillende initiatieven ondernomen om de schoolgaande jeugd te ondersteunen in deze tijd van de pandemie en de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt voor het onderwijs. Een van deze uitdagingen is het recente project Free Data Service van Telesuur. Vanwege de pandemie is het onderwijs namelijk afhankelijk geworden van de technologie. Daarover praten wij vanavond in Onder de Loep. En goedenavond, beste kijkers, ook de kijkers op social media. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering staan we stil bij het Free Data project van Telesuur. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. En mijn gast vanavond is Alexander Kafulidin van de Social Being Education Network. Welkom Alexander. Maar voor we naar Alexander gaan, mag u even naar dit filmpje kijken. Hey mevrouw. Shh, sorry. Heeft u informatie over natuurkunde? Nee, dat hebben we niet. Maar ik zag online een website die je zou kunnen searchen. Een website? Maar ik heb geen data. Ik heb geen geld. Straks kreeg ik nog een 2. Hoe wist jij dat jij gratis kan browsen, browsen? Met Free Data van Telesuur. Zoveel info vind je hier. Zoveel websites, wat een deal. SMS 4055, hoe kies dat deal? Wat? Gratis online? Hey, no mi kas tu kafrei. No mi kas tu kafrei. Kijk hun daar staan met hun Free Data. Het is gemaakt voor iedereen. Met Telesuur kan jij dat ook doen. SMS 4055 voor kies. SMS 4055 voor kies dat deal. SMS free on naar 4055 voor kies dat deal. Telesuur, keeping us in touch. En welkom terug. En u heeft het al gezien, Talk of the Day, de Free Data Service van Telesuur. Maar hoe free is deze service? Daarover praten we vandaag met een van de ontwikkelaars van de service, Alexander Kafulidin van Social Being Education Network. Maar voor we doorgaan, wie is Alexander Kafulidin? Ja, dank u wel dat u me hier heeft vanavond. Ik ben Alexander Kafulidin. Ik ben oprichter en directeur van het Social Being Education Network. Oké, en hoe jong ben je? 23. Oké, dat is heel mooi. En waarom, van waar het idee? Nou, toen ik op de middelbare school zelf zat, ik zat op de AMS, toen zag ik dat mijn school, en dat was 5 of 6 jaar geleden, toen zag ik dat mijn school geen digital tools gebruikte. En niet alleen mijn school, ook de andere scholen gebruikten dat niet. En ik ben iemand die altijd bezig is met ICT en technologie. En ik dacht toen, het is een goede kans om zelf iets te ondernemen. En toen heb ik dus dat educatienetwerk opgezet. En vandaar is het dus verder gegaan. Was dat voor de pandemie? Ja, ruim voor, ja. Dus je had geen idee dat dit zou gebeuren? Nee, natuurlijk. Ik denk niemand had dat idee. Maar het geeft ook aan dat we niet nu pas komen omdat we denken van, online educatie is hot. We waren er al geruime tijd, omdat we echt zagen dat het waarde kan toevoegen voor de studenten en dat het kan helpen om beter te studeren. Oké, mooi. En je hebt natuurlijk de ondersteuning van je omgeving gehad. Jazeker, ja, ik mag wel van geluk spreken. Het is altijd mijn hobby geweest, dus ik heb wel die ondersteuning gehad. En je Social Being Network, zeg je bent directeur van het bedrijf. Hoe groot is het bedrijf? Het bedrijf is niet heel groot, maar het is ondertussen uitgegroeid tot 12 mensen. Oké, we hebben een team bijvoorbeeld voor een studio, een supportteam. Ook een marketingteam, dus het zijn ook heel jonge mensen, net als ik. En het is prettig werken met ze, ja. En heb jij jouw project aangeboden aan Telesuur of aan de regering? Hoe is dat gegaan? Dus in 2016 hebben we het gepresenteerd aan het ministerie van Onderwijs, toen de tijd. En zij vonden het een goed initiatief omdat het een Surinaams product is en omdat het echt op maat is gemaakt voor het Surinaams onderwijs en de schoolstructuren. Dus in 2016 hebben ze het gezegd van laten we een pilot draaien op 7 scholen.
Het waren dan voornamelijk VWO en HAVO scholen en één MULO school. En nu in 2020, toen een pandemie gebeurde, zeiden ze van laten we dit uitbreiden. En dus van de 7 scholen zijn we nu naar 20 scholen. En dat zijn er alle VWO en HAVO scholen in Suriname. Is het een netwerk? Ja, het is een netwerk, ja. En wat doen ze precies op dat netwerk? Studenten en docenten kunnen het gebruiken om les te geven en les te volgen. Dus elke docent krijgt een account en via hun account kunnen ze dan studiemateriaal zetten voor de studenten. En de studenten hebben ook hun eigen account en ze kunnen dan alles bekijken. Mm-hmm. Ja. En nu is het uitgebreid naar eigenlijk het totaal onderwijs. Kan je dat wel aan? Nog niet het totaal onderwijs, hoor, want het heel onderwijsveld is heel ruim en groot. Mm-hmm. Maar we zijn al begonnen met de VWO en HAVO scholen. En het is de bedoeling natuurlijk om in de toekomst, als het goed gaat, om ook naar de andere niveaus te gaan. Bijvoorbeeld MULO en GLO. En hoe werkt het project precies in deze? Hoe free is de data? helemaal free, dus helemaal gratis. Het is echt een geweldig initiatief van Telesur ook. Telesur kan je zien als het ware als het telecombedrijf, het kanaal. En SocialBeing kan je zien als de applicatie voor de eindgebruikers. Dus elke persoon met een Telesur simkaart en een smartphone kan die service dus aanmaken en dan kunnen ze gebruik maken van SocialBeing om gratis hun lessen te doen. Ja, dus en het is alleen om lessen en we weten van jongeren hoe ze studeren. Het is een minuutje les en daarna gaan we naar onze Facebook en aan onze Twitter en al die andere kanalen. Kan dat? Nee, het kan niet. Het is wel goed geregeld dat ze het alleen voor educatieve doeleinden kunnen gebruiken. Precies om wat u zei, zodat ze niet afgeleid zijn door een Facebook of een YouTube of wat dan ook. Mm-hmm. Ja. En nu, maar we weten ook dat de buitenlandse giganten als Google en zo ook platformen hebben waar scholen gebruik van maken. Ja. Gaan ze switchen of gaan ze gewoon hun... Want daar hebben ze toch meer opties. Nou, ik mag zeggen dat we niet onderdoen vergeleken met de rest, hoor. Mm-hmm. Sinds 2016 zijn we bezig, dus u moet nagaan, we zijn er al een aantal jaren mee bezig. En over de jaren heen hebben we steeds meer ontwikkeld. Mm-hmm. En ik zou zeggen dat ons netwerk juist meer voordelen heeft. In de zin dat het bijvoorbeeld meer op maat is gemaakt voor het Surinaams onderwijs en de structuren hier. Mm-hmm. Maar behalve dat, omdat het een lokaal product is, kunnen wij ook aanpassingen eraan maken. Dus stel dat het ministerie of een school of een docent dus feedback heeft, kunnen dat aanpassen. Dat kun je niet bij de Google Classroom of bij een groot ander gigantbedrijf. Mm-hmm. Want die gaat zeggen, hoeveel miljoen gaan we voor meneer tellen om het te doen? Ja. Maar bij ons kan je dat wel. En behalve dat, waarop ik de nadruk ook leg, bij anyone waar ik praat, om de voordelen van uit te leggen, is dat als je een lokaal initiatief ondersteunt, stimuleer je ook werkgelegenheid, creatie. Je stimuleert ook een lokaal product, dat uiteindelijk misschien ook een exportproduct kan worden. Mm-hmm. Als SocialBeing goed gaat, kunnen we ook naar de regio gaan, naar Guyana, naar Frans-Guyana, naar het Caribisch gebied. Mm-hmm. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Okay. En we weten van studenten die zijn al lang in dat ding, die kunnen dingen snel ontdekken en zo. Yeah. Maar hoe staat het met de leerkrachten? Zijn ze even, worden ze getraind? Zijn ze even snel als de studenten? Dat is het grappige. bij het introduceren van ons netwerk op de scholen moesten we echt meer focus leggen op workshops voor de docenten. Ja. Bij de studenten ging het een beetje gemakkelijker. Zij hebben bijna nauwelijks eigenlijk begeleiding nodig, maar het waren echt de docenten die we een beetje meer begeleiding moesten geven. En dat is niet erg hoor, want ik bedoel, de jeugd is hiermee opgegroeid met de telefoon in hun hand. Ja. Maar de docenten, het is allemaal nog een beetje wennen. Maar we staan er, we staan ze bij en we proberen ze zoveel als mogelijk te helpen. En heb je al successen kunnen noteren? Jazeker. Dus de launch die we laatst deden met Telesur en Free Data is zeker een van onze mijlpalen, want toen had de president het ook gelaunched. En men ziet dat zo'n een platform als SocialBeing in deze tijd dus echt handig is voor de scholen om hun onderwijs voor te zetten. Ja. Natuurlijk zijn er meer vragen. We pakken even een korte break en zijn ze dadelijk terug. En heb je al feedback hoe het loopt? Ja, ik mag zeggen dat we nog niet heel lang geleden zijn uitgerold op de scholen in januari. En we hebben wel dus tussendoor nog geen
formele of officiële enquête houden, maar wel informeel hebben we geïnformeerd bij de scholen. En ik mag zeggen dat de feedback wel goed is, hoor. Het gebruik op de scholen is nog gevarieerd. Sommige scholen gebruiken het iets meer dan andere scholen. Maar dat ligt gewoon puur aan het feit dat het pas is begonnen. En we blijven dus praten met de scholen en ze ondersteuning geven om proberen dus de gebruik op meer te krijgen. Ja, en WhatsApp is een populaire app, vooral voor docenten en studenten. En ja, je moet nu switchen van WhatsApp naar een applicatie waar je toch wel goed les kan geven. Is het wel moeilijk om dat te doen voor de mensen? Dus ze kunnen WhatsApp nog steeds gebruiken, hoor. Het is niet maar dat wordt niet ondersteund door het systeem? Nee. Dus WhatsApp is een apart applicatie. Als ze het gratis willen doen, dan moeten ze het via het systeem. Dan kan ja, precies. WhatsApp niet gebruiken. Ja, je kan, want WhatsApp kan je voor zoveel andere dingen gebruiken, behalve onderwijs. Maar is er een chatmogelijkheid? Ja, er is ook een chatmogelijkheid. Ja. Oké, dus je kan dan binnen chatten over het systeem en zo. En de operatie zelf, ik stel me voor, en je gaf aan van, zijn voornamelijk middelbare scholen. Ja. Is er een tijdlijn uitgegeven om het uit te rollen naar ook de andere dus scholen? Ik denk dat aan het eind van dit schooljaar en bij het volgende schooljaar gaan we dus proberen om naar de andere scholen te gaan. Omdat zij dus ook gebruik kunnen maken van zo'n netwerk. En vooral met free data zou het ook goed uitkomen. Wat bedoel je met andere scholen, andere middelbare scholen? Want zijn we meer VWO, HAVO? Ja, dus andere middelbare scholen. IMEO, SPI en dat soort scholen. Andere middelbare scholen. Zij hadden een iets wat andere structuur. Okay. Daarom konden we nog niet bij hun uitrollen. Maar rond die tijd hebben we het wel rond dat het mogelijk is. Dus de andere middelbare scholen, maar ook de scholen zoals MULO en LBGO en al die andere scholen. Ja. En in de basisschool? Basisschool, ja, dat zit er ook in, ja. Dat zou kunnen. En zie je dit als nieuwe normaal of zeg je dit wordt slechts een ondersteuning voor het onderwijs? Nu, in deze tijd, door COVID, is dit het nieuwe normaal. Maar ik denk dat uiteindelijk, wanneer iedereen gevaccineerd is, wanneer alles onder controle is, dat we teruggaan naar het fysieke. Maar men gaat dit wel blijven aanhouden. Want digitaal onderwijs was voor de COVID-tijd al in het buitenland ook al gebruikt, naast het fysieke. Ja. Dus het gaat gewoon een ondersteuning zijn. En je moet nagaan bijvoorbeeld online. Je kan anywhere en vanuit waar je ook bent, at any moment kan je dus toegang hebben tot je leerstof. En dat is zelfs wanneer we teruggaan naar het fysieke heel erg handig. En je zegt teruggaan naar je leerstof. Wordt de leerstof ergens geüpload? Yes, dat wordt op onze op een database? Ja, op ons platform wordt alle leerstof gezet door de docenten. Dan moeten jullie wel een grote service hebben. Ja, we kunnen dat wel aan je. Oké, en misschien kan je een beetje erop inzoomen. Stel, je bent docent en ik ben de student, ik ben de leerling en ik moet les volgen. Hoe gaat dat? Elke docent heeft een account en elke student heeft een account. En dat hebben we zo geregeld omdat het is een stukje veiligheid. De student heeft bijvoorbeeld niet dezelfde bevoegdheden die een docent heeft. Een docent kan dingen toevoegen en verwijderen, maar een student niet. En zo kunnen ze elk met hun account kunnen ze op het platform gaan. En de docent zet dus leerstof en de student kan dus de leerstof consumeren. En ook een belangrijk ding dat we erbij hebben meegenomen zijn de ouders. Ja. Het is ook een belangrijk component. Gewoon in het heel schoolgebeuren. Omdat een ouder een belangrijke factor is die de student kan controleren, maar ook extra kan motiveren. Dus de ouders kunnen ook accounts aanmaken en hebben zij dus inzage in de prestaties en de leerstof van hun kind. Alleen inzage, is geen wisselwerking? Ze kunnen ook communiceren met de docenten. Dus als de docenten feedback hebben over hun kind, kan dat ook. Mm-hmm. Ja. Oké, dat is mooi. En ja, dan kan je les afsluiten en de volgende dag weer beginnen ermee. Ja. Precies. Dus je kan gewoon terug weer, dan start je gewoon waar je bent gestopt. En natuurlijk kan je altijd terugkijken. Dat is het handige, want alles is opgeslagen. Ja. Terwijl fysiek moet je of notities maken. Maar je kan niet echt teruggaan als hoe je het alles online hebt opgeslagen. Kan je ook toetsen afnemen, repetities? Ja, dat kan ook. Dus de docenten kunnen dus toetsjes maken. En die studenten kunnen die afnemen. En ze kunnen zo kijken hoe de studenten ervoor staan. En hoe staat het met het binnenland? Het binnenland is een grote uitdaging. En het binnenland eigenlijk vereist
een beetje aangepast model van aanpak. Omdat in het binnenland niet alle studenten beschikken over een device. En sommige gebieden nog buiten het bereik zijn van telecombedrijven, zoals Telesuur. Maar daar zijn we ook mee bezig. We zijn bezig te kijken met het ministerie van Onderwijs en andere stakeholders. Hoe we daar ook op kunnen inspelen en wat kunnen betekenen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat elk kind, omdat elk kind recht heeft op onderwijs, is het de bedoeling dat we toegang tot onderwijs kunnen geven voor elk kind. En natuurlijk als bedrijf, alles, we praten steeds over free data, gratis en zo. Maar je bent een jong bedrijf, je moet ook eten. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dus ons bedrijf is een stichting. Dus het is niet for profit. Maar op dit moment hebben we dus sponsoren zoals Telesuur, ook andere bedrijven die ons backen. We hebben ook een advertenties, dus bedrijven die kunnen adverteren ja. En dan kunnen zo om het mogelijk een beetje te verdienen. Maken. Ja. En is het eenmaal 24 uur beschikbaar? Ja, natuurlijk. Ja. Het is eenmaal 24 uur elke dag van de week van het jaar. Ja. Maar verwacht je geen congestie op een gegeven moment dat als iedereen tegelijkertijd bezig is op het platform, dat platform het wel aan kan. Want we hebben gezien bijvoorbeeld, vroeger, het lijkt wel zo lang geleden, bij Oudjaar, wanneer weet je, van Telesuur, als iedereen op één locatie is, gebeld wordt, dan kan er stremming optreden. Ja. Dus we hebben wel van tevoren, weten we ongeveer van wat de drukte zal zijn, hoeveel mensen erop zullen zijn. En wat onze capaciteiten nu, kan wel die druk van de verschillende scholen aan en van alle 20 scholen waarop we zijn, kan het wel gemakkelijk aan. Dus dat is geen probleem. In de toekomst, als we uitbreiden, natuurlijk moeten we dan ook gaan denken om ons netwerk en capaciteit ook te gaan uitbreiden. Maar dat is in de toekomst. Maar nu staan we er wel goed voor. Ja, ik hoor geluiden van een blue button, een big blue button. Wat is dat precies? Ja, Big Blue Button is een open source videoconferencing. Is heeft het te maken met jullie? Nee, het is een ander ding. Oké. Het heeft niet met jullie te maken. Oké. En we pakken dan even een korte break, dan gaan we door met het programma. En ja, we zitten in een situatie. Je bent een van de ondernemers die dit heeft bedacht. Werk je ook met anderen om te kijken van hoe we dat totale spectrum van heel onderwijs kunnen bedienen? Jazeker. We werken veel met de scholen ook. Dus behalve dat we ons netwerk aan de scholen bieden, hebben we ook docenten die bij ons op locatie komen om bepaalde opnames te maken voor bepaalde vakken. Okay. En die opnames zetten we dan ook op onze website. Is gewoon ter ondersteuning van wat alles al op de website is, hoor. Maar het kan ook live? Het kan ook live, ja. Ik bedoel, van de docent kan ook live bezig zijn, maar hij kan ook een opname maken. En die opnames zetten we dan ook gratis daar op onze website. Uh-huh. En naast de onderwijzers werken we ook nauw samen met Telesuur. Uh-huh. Met het Free Data project. En dat is het wel een beetje. Uh-huh. En hoe zie je de toekomst? Wij willen dus in de toekomst uitbreiden naar de andere scholen. Omdat we zien ook dat er vraag is daar van de andere niveaus. En dat we ook daar wat kunnen betekenen. En in de verdere toekomst willen we ook dus naar andere landen gaan. Naar Guyana, Caribisch gebied. En wie weet, nog verder dan dat. Oké, okay, mooie droom. Dus ik droom groot. Ja. Uh-huh. Oké. En zijn je mensen gemotiveerd om het te doen, want het kan wel eens gaan hardlopen straks wanneer het totale pakket erbij komt. Ja, heel erg. Ik mag zeggen dat mijn team wel een enthousiast en een passievol team is. En het doet zo goed als ze zien dat we vooruit gaan boeken. Bijvoorbeeld dat Free Data project vonden ze het heel mooi. En ze zien dat we echt waarde creëren voor de studenten en voor de docenten. En dat doet ons goed als we zien van ons netwerk wordt gebruikt om iets goeds te doen, om les te geven, om educatie voor te zetten. En hebben jullie ook een aspect van als er zaken zijn die jullie misschien over het oog hadden gezien, dat jullie dat toch implementeren? Jazeker. Of misschien nieuwe zaken van, constante ontwikkeling van de app. Ja, het is een van de dingen die belangrijk is in deze tijd, met welke app dan ook, dat je steeds nieuwe dingen erbij moet introduceren en moet innoveren.
En moet je device een bepaalde grootte hebben? Kan je met any device, elke telefoon, inloggen op het systeem? Gaat hij gewoon draaien? Dus jammer genoeg niet met een Nokia-telefoon, maar, maar je moet een wel een smartphone hebben. Ja. Ja. En, maar je hebt ze in soorten, capaciteit ja, en zo. Ja, dat kan wel. Je kan wel verschillende soorten smartphones. Zolang het Android of Apple is. We hebben ook een mobile app. Kan je dus gewoon op de website. En als het... als je misschien die app niet kan downloaden, kan je gewoon op onze website gaan via je browser. En kan je ook uploaden, downloaden, ja. Materiaal uploaden en downloaden? Ja, dat kan je. En natuurlijk uploaden, natuurlijk moet je toch wel ruimte hebben daarvoor. Ja, dat is er wel. Oké. En het gaat heel makkelijk. Oké. En misschien, we zijn nu bezig met de middelbare scholen en het schooljaar is, we zijn al in het derde kwartaal. Of het, ja toch? Derde kwartaal, ja. Ja toch, tweede kwartaal is net af. Dus ik weet het even niet meer, maar het schooljaar loopt straks ten einde. Ja. Dit schooljaar, hoeveel, welke schoolniveaus zou je hebben gedaan? Zou je dan naast de middelbare scholen ook naar de VOJ-scholen zijn gegaan? Ja, dat ligt in de planning. Zeker wel, omdat er ook vraag is vanuit de VOJ-scholen om gebruik hiervan te maken en wat daar ook wat kunnen betekenen. En het verschilt niet heel veel van de middelbare scholen in termen van het structuur hoor. Want je hebt nog steeds gewoon klassen en je hebt drie kwartalen en ongeveer dezelfde vakken, maar op een ander niveau. Dus het is zeker wel implementeerbaar. Maar dit schooljaar nog? Nee, ik denk volgend schooljaar. Oké. En binnen welk, ik vroeg je eerder, heb je een tijdslijn concreet van gefaseerd hoe dat gaat om alle niveaus te incorporeren op het platform? Ik denk, als ik realistisch moet zijn, dat we... het komend schooljaar, dus het volgende schooljaar, kunnen naar de andere middelbare scholen en VOJ gaan. En misschien ook de geloofsscholen. En dat is al een groot deel van het onderwijs, als ik me niet vergis. Maar natuurlijk hebben we ook de ondersteuning nodig van het ministerie. Maar we zullen ze ook steeds laten zien dat we goede dingen doen voor de scholen. En dan zullen we ook die ondersteuning krijgen. En heb je, misschien heb je dan gedacht, als misschien, we spraken eerder van... wanneer iedereen gevaccineerd is en de pandemie is achter de rug, dat dit zal afnemen of zal het wel in een geleidelijke trend toenemen? Het zal door blijven gaan als ondersteuning voor het fysieke. Zoals ik zei, in het buitenland hebben ze dit al jarenlang gebruikt. Mm-hmm. Maar eigenlijk door COVID, dan zeggen ze wel, oh, Richa Wambong, door COVID komt het nu pas echt in Suriname. Maar het zal altijd daar zijn. En het hoger onderwijs, die zit er niet bij? De universiteit, hbo-scholen? Ja. Nee, nog niet, maar... die hebben die wel daar... belangstelling getoond? Want van de universiteit weet ik dat ze eigen platform ja, hebben. Ja, klopt. Dus de universiteiten en de hogere onderwijsniveaus hebben wel het initiatief genomen om een buitenlands platform te gebruiken. Maar ook voor hun is het interessant om gebruik te maken van social being. Waarom? Stel je eens voor dat er als kind... je komt de MULO-school binnen, je gebruikt social being. Je gaat door naar de middelbare school, je gebruikt social being. En dan is het super makkelijk als je dus één account hebt en je geen nieuw account hoeft te maken of hoeft te wennen aan een ander platform, als je dat ook gewoon door kan gebruiken op de universiteit. Mm-hmm. En aan het einde van de rit, wanneer je misschien bent geslaagd, dan kan je teruggaan en dan heb je een hele record en history van je hele schoolprestatie vanaf het GLO tot naar je universiteit. En dat zou geweldig zijn als dat kan. Dus... dat is ook een van de dingetjes die we vertellen aan de hogere niveaus. Om ook daaraan te denken. En dat ze misschien dus ook zo kunnen gebruiken van social media. En die website wordt lokaal gehost, dus in Suriname? Gedeeltelijk, ja. Oké. Nee, goed. En ja, wat verwacht je zelf uiteindelijk? Hoe zie jij de toekomst? Tot slot. Ik ben blij met tot nu toe wat we bereikt hebben, maar... we moeten doorgaan en stilzitten is geen optie. We moeten steeds blijven innoveren. Het is een vereiste. En we moeten zorgen dat we de beste mogelijke service en diensten kunnen verlenen aan de gebruikers. En ik zie wel dat we in de toekomst kunnen doorgroeien als we het goed aanpakken. Dat we Suriname voor de verschillende niveaus wat kunnen betekenen, maar dat we ook buiten Suriname kunnen gaan om daar wat te betekenen. Dank u wel. Hi, dank je wel. En dat was Alexander Kafeluddin van Social Being Network. En met zijn platform natuurlijk een optie voor het onderwijs om gratis eigenlijk interactie te hebben. Dus dat docenten les kunnen geven en studenten les kunnen volgen.
Dank u wel voor het willen kijken. Vooral de mensen die het gemist hebben, kunnen kijken naar onze Facebookpagina ATV Suriname. En tot de volgende keer. Een hele fijne avond verder.